Wat zou er met meester Splinter aan de hand zijn? Mijn hersenen bevriezen! Mikey, er zit alles onder de smurrie. Blijf met dat ijsje uit de buurt van mijn experiment. Ik probeer retromutagen te maken. Hij maakt ook overal een puinhoop van. Hey jongens, hoe gaat-ie? April! En Casey. Donatello. Zouden jullie misschien op deze kat kunnen passen? Ah, wat een schattig poesje! Mogen we haar houden? Mikey, meester Splinter is een rat. Ja, straks wordt die kat helemaal gek en valt hem aan. Dan is ze meteen voor maanden te eten. Serieus, gast. Je bent echt niet goed, Snik. Nee, niet doen, poesje! Wat heb ik gedaan? Huh? Gaat alles goed daar, Mikey? Ja, het is koud. Ik bedoel, cool. Alles is cool. Cool is een ijsje. Een ijskoud ijsje. Casey? Casey? Casey, geef antwoord! Er is iets aan de hand, Mikey. Wat moeten we doen? Ik weet precies wat we moeten doen. Met onze eigen telefoons maken we een driehoeksverbinding met Casey's T-mobiel, zodat de satelliet zijn GPS-coördinaten kan doorgeven. Dat is eigenlijk best een goed idee. Het is net alsof we in een soort parallel universum zijn beland. Het is ook superhandig om pizza-bezorgers mee op te sporen. Boeia, kasha. Ah, ik probeer April al uren te bereiken. Straks is er iets mis. Zeg maar gerust goed fout, broertje. Ik heb er al 10 gebeld, maar geen één pizzeria neemt op. Even serieus, Mikey. Maak ik ooit grapjes over pizza? Wat denk je zelf, Tony, dat ik grapjes maak over pizza? Jij bent onze keukenprinses. Ga ze anders zelf bakken. Zelf bakken. Zelf bakken. Zelf bakken. Yes! Ik maak de allerbeste pizza! Op de allerbeste pizza ooit. De chili saus. Doe mij maar lekker peper op mijn pizza. Lekker hete peper, dat smaakt goed. Maar heet is pas echt heet als je er salietjes bij doet, gast. Anders is het net een hap smerige trap. Een beetje vlees van een handje wormen. Met knoflook, bieslook en marshmallows graag. Maar wacht eens even, dwaas. We vergeten bijna de basis nog en dat is... kaas. Ik wil een kaaslolly. IJsko Kitty, kom hier, kom met die kaaslolly. Kitty. IJsko Kitty, geef me die kaaslolly, kom op. Wanneer houdt hij op met zingen? Ik word daar gek van. Wat ruik ik nou weer voor iets walgelijks? Walgelijk lekkers, zul je bedoelen. Kijk eens hier. Eten! Ziet dat er lekker uit, of niet? Wauw. Niet zo hoor. Dank je. Jammer dan. Veel lekkerder dan de pizzeria, hoor. Die eet ook echt alles. Serieus, dat is echt te ranzig voor woorden, man. Leo? Die robbers doen nu echt alles na. Zelfs knettergek doen verrast ze niet meer. Behalen zeg. Wat als ik mezelf terug verander in een mens? Hoe zou ik er dan uitzien? Hallo!
We zijn helemaal nooit mensen geweest, Einstein. We zouden gewoon weer schildpadden worden. Geef hier dat ding. Voer. Ah, zo simpel. Dat is briljant. Wat eet een vleermuis? Reptielen en zoogdieren en... Oh ja, insecten. Hoe groter, hoe beter. En hoe komen we nou weer aan een groot insect? Door een of andere sukkel een enorm vliegenpak aan te trekken of zo? Ik voel me net Lokaas. Oh, vergeet gewoon dat je Lokaas bent, Mikey. Dit is je nieuwe superhelden-outfit. En dan noem je jezelf... Vliegmeister! Vliegmeister! Oh yeah! Te gek! Echt geweldig. Wat voor krachten heb ik? Je kan aan een touw hangen. Dit is super! Hallo, Bram! Genoeg! Rustig maar, maatje. Sensei is een groot ninja-meester. Die redt zich wel. Echt waar. Het komt allemaal weer goed. Donatello! Metalhead, stop het trainingsprogramma! Waarom zit mijn kin ineens op mijn neus? Kom op, Mikey, even serieus! Auw, gast. Sorry, ik... Mooi raak, gast. Je moet nooit de waterballon uit onderschatten. Nee, niet doen. Wacht. Auw, mijn arm. Vliegmeister is op patrouille. Zoom, zoom. Zijn ogen spotten elke misdaad. Zoom, zoom. Hou op zoom zoom te zeggen na iedere zin. Dat kan ik wel zoom zoom, maar dat doe ik lekker niet. Zoom zoom. Wow, gast! Nee! Oh yeah! Redden geblazen! Kom op, meester Splinter! Pak ze! Laat hem los! Nee! Ik zei toch, ik regel dit wel. Hij is zo on-Mikey-achtig. Zeg dat wel. Pak aan! Dat is mijn tekst. Ja, je hebt vast gelijk. Huh? Geen spoor van het mutagent te bekennen. Maar je raadt nooit wat ik wel gevonden heb. Deze leguaan met een hoge hoed op! Vind je hem niet cool? Ik snap niet dat iemand die zomaar weggooit. Hallo, burgemeester. Wat vindt u van mijn monocle? Monocle? Ja, boeie gast. Hij zou zo'n verre neef kunnen zijn. Hij zit alleen vol met zaagsel. Ah, goor! Oh, nee. Dat is toch wel een goeie oh, nee, hè? Het is een verschrikkelijke oh, nee. Volgens je bloedonderzoek is het mutagen in je systeem instabiel. Je hebt nog maar 3 uur voordat je... Voordat hij wat? Wat gaat er met hem gebeuren? Wetenschappelijk gezien, hij ontploft. Barst ik straks uit elkaar? Als een enorme puist. Eel. Nee! Nee!
ik weet wat de oorzaak is, moet het lukken om tegengif te maken met het restje van dit monster. Ja. Ik hou van je, man. Oh, oké. Kom op. Ga er meteen mee aan de slag. Snel, breng Donnie en April in veiligheid. Ik hou hun wel bezig. En jou zeker ook achterlaten. Mooi niet. Doe wat ik zeg. Kom op, Kraan. Deze kant op. Woehoe. Hey, hallo. Kom dan. Hierheen. Ik vind het maar niks. Wie is dat nou weer? De naam is Tiger Claw. Dacht ik het niet? Ik had hem denk ik ook wel Tiger Claw genoemd. Ik zeg dit maar één keer. Haal je rattenmeester hierin. Sorry, gast, maar ik ben geen kattenvriend. Oh! Jullie zijn maar een stelletje jonkies. Lief poesje, eens kijken of ik wat kattenkruid voor je heb. Kom op, jongens. We klimmen snel het dak op. Die stomme top willen niet af. Hier komt de vliegmeistersteen. Mooi schot, vliegmeis. Mikey. Als Slash en Amphibietank het plutonium gebruiken om te teleporteren, hoeven we alleen maar de stralingsresten op te sporen. Mikey, eet niet alle kruinlocaties op, gast. Momentje, Donnie. Ik heb bijna de highscore. En vergeet de ranzige kaasduivel niet. Als wij hem niet hadden opgeblazen in de magnetron, had hij de hele aarde bedolven onder levende kaas. Voor de 22e keer, Mikey, die ranzige kaasduivel van je bestaat niet. Heb je hem gezien? Nee! Hoe weet je dat dan? Huh? Het doet alleen maar meer pijn. We gaan eraan. Iedereen. Oh, mijn arme lieve April. Maakt u zich geen zorgen, meneer O'Neill. Die hele buitenaardse invasie stelt eigenlijk heel weinig voor. Kijk. Oh, niks gezegd. Leo. Hij heeft misschien magie, maar dat kan niet op tegen mijn geluksringetje. U denkt toch niet echt dat u de spelmeester kunt verrassen? Hier komen de krachtige eierbommen! Mijn geluksringetje heeft gefaald. Mikey, geef me je ring. Jij wil mijn ring dragen. Nee, natuurlijk niet. Wat doen die vieze pizzavlekken op mijn hele verzameling Modern Ninja Magazine? Ze zijn verpest! Gast, die dingen zijn minstens 20 jaar oud. Nou, niet echt modern. Die zijn zeldzaam en het kostte me 6 jaar om ze te verzamelen. 6 jaar! Ja, rustig maar. Ik maak hem meteen schoon voor je. Jij maakt ook overal een puinhoop van, Mikey. Het zijn maar spullen, Raf. Lekker belangrijk. Wat maakt het uit? En jouw verzameling stripboeken dan, hè? Jij neemt het altijd op voor Mikey. Het zou leuk zijn als je een keer aan mijn kant staat. What's up, Ninja? Wat ben jij nou aan het doen, Mikey? Heel grappig. Kom dan. Ja! Tadaa! Wat is dat nou? Dat is toch geen vechten, gast? Je ziet er strak uit, Gazar. Net een sportschool geweest. Eens kijken hoe goed jij vecht met één arm. Mikey, opstaan! Ik voel me echt ziek.
Waarom heb ik gisteren ook jalapeno cappuccino pizza gegeten? Wat is? Ik ben een mutant! Komt hij daar nu pas achter? Gasten! Moet je zien! Ik zit onder een turtelpuisten! Hoor! Heb jij even schildacne? Je ziet eruit als beschimmelde guacamole. Ach, niks aan de hand, Mikey. Dat is heel normaal in de puberteit, joh. Had jij ze ook dan? Echt niet? Wacht even, jongens. Het kan zijn dat het iets serieus is. Oké, Mikey. Het goede nieuws is dat die zogenaamde pukkels geen kwaad kunnen. En, belangrijker nog, je kan zonder probleem ontbijt voor ons maken. Wat een opluchting. Maar het slechte nieuws is dat je straks van top tot teen onder de pukkels zit. Eerst je armen, dan je benen, je rug en je buik ook. En dan zijn ze binnen een paar uur weg, toch? Nee. En dan verandert je hele lichaam in één enkele grote, reuze, gigantische vuist! 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 Waar ben ik? Ik stel hier de vragen, Cirkel. Wat heb je met mijn broers en mijn sensei gedaan? Huh? Denk je nou echt dat ik mijn ingrediënten prijs geef? Dat nooit! Mijn korst zit vastgebakken. Praten en snel een beetje. Ik geef je nog één kans om je mond open te doen. Wie is het brein achter deze operatie? Zo makkelijk smelt mijn kaas niet. Ik ga je echt niet vertellen wie de kok is. Oh, dacht je dat? Weet je wat ik doe met lastige kaas? Die bak ik! In een hete stinkende oven. Dus zeg maar. Jij bent echt helemaal gestoord, gast! Dat doe ik niet! Ik smeek je, ik vertel alles wat je wil weten! Oké. Het is allemaal begonnen toen Antonio, een bescheiden pizzabakker, op een dag zijn deeg in de lucht gooide en... Antonio moest weten of hij met dit geheime ingrediënt uit de hemel de ultieme pizza kon maken. Toen kwamen wij tot leven om onze overheerlijke meester te dienen. Heeft hij een pizza in plaats van een gezicht? Ja. Dan noem ik hem Pizzaface. Maar dan eten wij allemaal Pizzaface. Kom dicht! Wat is Pizzaface van plan met zijn zombie-klanten? Hij gaat ze opeten. Hij wikkelt ze eerst in deeg en vannacht verslindt hij ze allemaal. Een pizza die calzones eet. Dat is sick! Ja, ik moet ze redden. Maar eerst reken ik met jou af. Wat ga je met me doen? Ik stop je bij de rest van de kliekjes. Nee, niet doen, man! Kom op nou, stop, wacht! Ligt de vriezer! Voor iets. Het lijkt wel een soort afgekeurde kloon. Een genetisch ongelukje. Een miskloon! Snap je? Nou van me. Dat wat men noemt schreeuwen. Ah, Leatherhead! Alles oké? Okay? Kan ik iets doen? Lukt het ook? Ga van me af.
nu. Een toiletcabine in? Misschien moet hij zijn olie verversen. Wacht, ik ken deze goocheltruc. Hieronder zit ergens een geheime deur verstopt. Hallo! Dat was dus niet de geheime deur. Ik ga over mijn nek. Wat was dat? Ik snap er helemaal niks van. Het was er toch echt? Tada! Wat? Hoe heb je dat gedaan? Met mijn magische vingers. DWTD, dat is wat een turtle doet. Het ziet eruit als de ingang naar een andere dimensie. Net zoiets als de kraanpoort. Daardoor waren ze plotseling verdwenen. Kom me halen, domme sukkel! Wegwezen hier! Het is een paddenstoel! Met voetjes! Wat schattig. Haal hem van me af! Haal hem van me af! Dat is een dodelijke boomtrol! Pak hem! Pak hem! Pak hem! Goed gedaan, kameraden. Hoe gaat het nu met Raf? Die krijg ik wel wakker. Sta eens op, maatje. Dat werkt dus niet, Mikey. Bedenk iets anders. Even denken. Hoe maak ik hem normaal altijd wakker? Ik weet het al. Kiele, 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 kiele. Kiele, 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 kiele. Word dan wakker, gast. Ha, 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 ha. Ja, toch. Mijn blije witte is hier af. Geef me de 3. Turtles, hier. Wat is de locatie van de kraan waar deze kraan is gelokaliseerd? Je bent bij ons, gast, in de Shellraiser. Wat een coole kraakimitatie. Raf, wat doe je, man? Jij dan, stekelige hondenkop. Noem mij nooit meer een hond. Kom eens bij het baasje, Razaar. Blijf met die klauwen van mijn broer af. Oh, hey jongens. Wees blij dat we meteen door hadden dat je weg was, Mikey. En dat ik wist dat je hierheen zou gaan. Hoe kon je nou zo gemoeg? Frisbees! Voorrijden! Dus wat is er gebeurd met Dog Pound? Ha, hij is dubbel gemuteerd. Ik noem hem nu Razaar. Ik weet dat dit je thuis is, maar het wordt hier te gevaarlijk, IJsko Kitty. Kom eens hier, Kitty Kitty. Laat los! Laat los! Gauw, uit tussen die bevroren pizza's. Hij loopt nog steeds te tobben. Hij denkt natuurlijk aan haar, aan Karai. Meester Splinter is haar echte vader. Waarom blijft ze dan nog steeds bij de Shredder? Het komt heus wel goed, Leo. Haar hele leven blijft één grote leugen. Het loopt in één keer alles overhoop. Heb een beetje geduld en geef haar de tijd om te accepteren wie ze is. Juist. Luister, Leo. Ze draait vanzelf weer bij. Nou, voor mij mag ze blijven zitten waar ze zit. Ik vertrouw haar niet. Voor geen ene meter. Je hebt gelijk, Raf. Niemand is te vertrouwen. Check bij hem. Flip, flip, ding, ding, zap. Yeah. Zie je dat? Hoogste score, gasten. Leo, potje flipperen? Yes. Zo, dus wij gaan samen op vleermuisjacht, Mikey. Oh, yeah. Je weet wat dat betekent, hè? Nee, De terugkeer van de vliegmeister! Ik word nu al stapelgek van je. Zoom, zoom! Ik ben terug! Zoom! Wow.
Pizza. Pizza. Nee, dit is allemaal niet echt. Oh, ja hoor. Nike, doe met ons mee en geniet ook van die overheerlijke vleessaus. Snijtje! Snijtje aan! Pak aan, pizza! Oh, nee. Gasten? Nee! Ratten? Ik heb een pesthekel aan ratten. Gast, die lopen hier echt overal rond. Dit zijn echt hele lieve knuffelbeestjes. Doe nou eens even normaal, man. Kom hieruit! Ik kom u redden, meneer Roekoek. Gast, doe eens even normaal, man. Moet jij nodig zeggen? Ah, voltreffer! Oh, of toch niet? Onze wapens zijn waardeloos. We zijn toch vrienden? Ik wil niet tegen je vechten. Het spijt me, Leatherhead. Ik hoop dat je me deze laffe daad ooit zou kunnen vergeven. Dat kan nooit de echte Leatherhead zijn. Jongens, er is een storm op komst. Zijn we klaar voor de strijd? Ja! Even nadenken. Oké, ik ben er klaar voor. Gasten, ik sta op knappen. En Gasar wil me uitknijpen. Oh, jongens, dit gaat niet goed. Ik krijg zomaar ineens een idee. Hier, hondje. Kom dan. Ja, dat is een schokkende wending, hè? Het spel is uit, Pizzaface. Pizzaface? Dat klinkt er goed, hè? Want ik heb die pizza als gezicht. Grijp hem! Gasten, hou er eens mee op! Oeps, sorry, Donnie. Sorry, Leo. Voor jou geen sorry, Raf. Rustig, Sensei. Rustig. Ik zou maar rennen, Pizzaface. Nu ben jij aan de beurt. Dat dacht ik even niet. Nou heb ik je, Turtle. Laat het feest maar beginnen. Oh ja, die ziet er heel lekker uit. Nee, hij gaat haar opeten. Ik heb gefaald. Ik kan me op één manier ontsnappen. En dat is door me hier uit te eten. Wacht! Mamma mia, wat doe je nu? Doe dat nou niet! Oeh, dat is een pietige gehaktballen. Nee! Nee! Nee!
heb kindjes. Allemaal kleine pizzafeestjes in Jersey. Laat mijn familie en alle andere mensen onmiddellijk gaan, want anders... Oké, jij wint. Jij wint. Ik laat ze vrij. Waar gaan ze allemaal heen? Naar huis toe. Als ze wakker worden, zijn ze alles vergeten. Het is me gelukt. Horen jullie dat? Jullie lachen altijd om een sterke maag, maar heeft jullie mooi gered. Buig voor de keizer van korstjes. Niemand houdt mij tegen. Opgeladen. Bizar. Kijk eens of er ook gewoon een kraan in zit. De gasten, hun gezichten zijn van rubber gemaakt. Moet je kijken. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Donnie is een cirkel. Bla, bla, bla. Hou ermee op. We moeten hier weg voor ze wakker worden. Kijk, dit is hem. De laatste aflevering van Super Robo Mega Force 5 Team 5. In Dimensie X. Ik word echt ziek als het is afgelopen. Ik wou dat zij echt waren en wij een tekenfilm. Wacht, wat als dat echt zo is? Straks zit iemand ergens naar ons te kijken op tv. Dat is toch bizar? Dan zien zij op tv hoe wij tv zitten te kijken. Auw. Dit is jouw schuld, Leo. Als jij Splinter niet had gebeld, was het nu niet zo'n puinhoop. Ik had helemaal geen keus, Raf. Het was hij of Mikey. Ik dacht dat Sensei zich wel zou redden. Nou, dat is dus niet zo. We weten waar hij nu is. Shredder's schuilplaats. Kom op, samen voor Splinter. Dit is het moment, broeders. Om plannen te smeden, zoals gesmolten kaas. Het plakt aan elkaar als één geheel, maar het is nog wel zacht en smeuïg van binnen. Zijn jullie er klaar voor? Dat sloeg echt helemaal nergens op. Maar ik doe met je mee. Aan de slag. Oh. Schop me maar uit, meester Splinter. Ik kan geen ninja zijn als ik eruit zie als een oude augurk. En waarom niet? Ik ga toch ook niet gebukt onder mijn uiterlijk? Ja, maar oude mensen maakt er niet uit hoe ze eruit zien. Of ruiken. Mijn zoon, ik krijg de indruk dat je ons graag iets wil vertellen. Wat? Nee, ik niet hoor. Echt niet. Ik heb helemaal niks gedaan. Oké. Ik zeg het wel. Ik heb mijn huid een beetje met mutagen ingesmeerd. Wat? Ben je gek geworden? Waarom? Om beter te worden. Cooler, snap je? Jullie doen altijd net alsof ik een rare mafkees ben. Toen zag ik dit flesje staan in Donnie's lab. En op het label staat dat het je super cool maakt. Nee, op het label staat dat je het supercool moet bewaren. Als in temperatuur. Dit was een mislukt potje retromutagen, Mikey. Dat is gevaarlijk spul. Maar waarom zet je dat er dan niet duidelijk op? Niemand kijkt achterop. Eet me! Eet me! Totaal, eet me! Proef toch die overheerlijke combinatie van vier soorten gesmolten kaas. Neem me op. Proef nou! Eet me! Nooit gedacht dat ik dit ooit tegen een pizza zou zeggen. Maar ik weiger je op te eten. Ja! Kijk, is dat een pepperoni? Waar? Ja! We zien dat je over de grond rolt, helemaal onder de pizza. Net zoals altijd dus. Is dat de pizza die wij bij Antonio's hadden besteld? Nou ja, maar hij is hartstikke gevaarlijk. Kijk dan, hier. Kom op, pizza, zeg dan wat.
Zo zet je me voor schut. Weer zo'n belachelijk excuus om al ons eten op te eten. Bedankt dat je het eten weer eens hebt verpest, Mikey. Dan geloven jullie me maar niet. Ik ga naar Antonio's toe en ik eis een nieuwe pizza. Nu geloven ze helemaal nooit meer. Beslist. De moeite waard. Ik ga naar het einde van de tunnel. Dit is echt totaal gestoord. Ruik eens wat een lekker kaasje. Gaat die kaas dan? Kom op, ruik het dan. Leo! Dat ik Mikey aan hem voer. Nee! Mijn allerliefste geluksringetje laat me gewoon in de steek. Je moet me wreken. Neem wraak voor je geliefde elf. Relax, Mikey. Je elf is veilig. Nog wel. Maar plotseling wordt je groep aangevallen door gevaarlijke, superenge apentrollen. Huh? Je moet 2 of hoger gooien om niet gebeten te worden. 20! 1! Oeh, in de aap gelogeerd, gast. Gebeten door de apentrol. En Raf verliest nu 11 levenspunten. 11? Hier dat ding. Met mijn magische gelukszwaard sla ik genadeloos terug. Daar zijn jullie mooi ingetrapt. Als jij hem terugverandert in een mens, moet je van mij ook weer een man maken. Ik wil leven als een man, liefhebben als een man, niet als een vis. Hoor je me? Dwaas! Blijf uit mijn buurt! Ik ben ontzettend besmettelijk! Zie je? Dus ik pak dat ding even en ik spring meteen weer uit de hondenmand. Blijf jij maar hier. En dan vinden ze mij lelijk. Kijk, stinkman, zo vermorsel je een turtle. Rustig, paapuister, rustig. Kom toch, paus. Yeah.
Oeps, foutje bedankt. En dit keer was iemand ons te vlug af. Er zijn dus ook anderen die jacht maken op die buitenaardse hersentjes in blik. Vind ik niet erg? Minder werk voor ons. Dat is wel erg. De kraan had gestolen plutonium bij zich. En nu hebben die overvallers dat meegenomen. Interessant. Misschien zit Shredder weer achter de kraan aan. Volgens mij waren het geen handlangers van Shredder. Ha! Ik weet precies wie hier achter zit. Begin niet weer over eekhoorns met lasers, jij. Oké, dan! Ja! We hebben je overal gezocht, man. En waarom duurde het dan zo lang? Ik zit hier al maanden. Maanden? Nou ja, een paar uur dan. Ik heb geen horloge om. Gast, wij kwamen maar een paar seconden na jou door die poort heen. Blijkbaar gaat de tijd hier veel sneller dan in onze eigen dimensie. Temporele differentiatie heet dat. Ik ben gek op tempora! Wacht, kom op, we gaan. Dat ding blijft ons maar aanvallen en Leatherhead heeft onze hulp nodig. Oh, even wat vette knallen scoren. Mikey, doe voorzichtig. Hoe deed je dat? Bijna alles hier reageert opgelaard. Wat moeten we met die dingen? Nou, dit... Wauw! Hoe weet je dat die beestjes dit kunnen? Nou, dat is toch heel logisch? Mikey, je bent op deze plek een genie, man. In de omgekeerde wereld is de gekste gast de baas, snap je? Ze zijn lekker. Vooruit, we moeten gauw Leatherhead redden. Niet bang zijn, maatje. Ik stop je hierin, dat smelt je niet. En dan laten we het genie even aan het werk en dan is het probleem zo opgelost. Je bent echt super lekker, mijn kleine ijskookkitty. Mikey. Ik heb het niet gedaan. Ik zweer dat ik er niet aan heb gezeten. Wat loop je nou te brabbelen? Ijs nodig. Voor mijn hoofd. En misschien ook maar... een kaasijsje. Dat kan even niet. Sensei, nee! Nee? Zei jij nou nee tegen mij? Kijk uit! Zo kom ik dus echt nooit van mijn rattenfobie af. Help hem! Ik heb al gevonden wat ik zocht. Binnenkort zullen New York en de wereld van mij zijn. April is blootgesteld aan giftige stoffen die in bepaalde schimmels zitten. Mushroom Man gebruikt ze vast als beschermingsmechanisme. Bescherming tegen wat? Dat we hem roerbakken? Ik word gek! Ik word helemaal gek! Rustig maar, gast. Ik ben het, Mikey. Kom eens hier. Dan krijg je een knuffel van me, dat helpt altijd. Kom eens hier dan, broertje van me. Dan ben je toch ook een lievertje? Ik ga zo over mijn nek! Wat?
Het ruikt echt super lekker. Ik hou het niet. Ik moet pizza eten. Maar mag niet. Moet eten. Nee, de jongens maken me af. Afblijven, Mikey. Wees sterk, man. Gasten, de pizza is er. Schiet eens op. Eet mij. Echt niet. Dit kan ik niet maken. Eet mij. Wauw, zelfs mijn fantasie begint honger te krijgen. Wacht eens even. Eet mij. Eet mij. Eet mij. Wat doe jij hier? Ik dacht ik wacht dat jullie echt in de problemen zitten voor mijn spetterende reddingsactie. Best cool, toch? Ja! Er zit vast ergens een geheime deur of een verborgen uitgang of zo. Verspreiden. Ah! Oh ja? En nu zeker tellen! Nou, vooruit dan. De volgende keer lukt het wel. Metalhead, scan de hele ruimte en kijk of er geheime kamers of verborgen doorgangen zijn. Kietelstraal? En dat noem jij een nuttige upgrade? Je hebt het toevallig wel over een geavanceerde 3D-laserscanner. Ik snap er helemaal niks van. We hadden remsporen moeten vinden of een naad in de vloer, maar de kraan is zonder enig spoor verdwenen. Alleen maar rotzooi en... Een super macho burrito! Woehoe! Yes! De ultieme combinatie van pizza en burrito! De pizza-rito! Die is super en macho! Ik moet hem hebben. Heb je enig idee hoe lang dat ding er al in zit? Kan me niet schelen. Super en macho. Lengua y queso. Je arm zit zeker vast. Ja, nou en misschien deed ik het wel expres. Ugh. Wow! Het lijkt wel een snoepautomaat uit de toekomst. Een kraancomputer. Mikey, je bent geniaal. Je kent me toch? Hij houdt ons voor de gek! Als deze kerker een doolhof is, zit hij vast vol met vallen. Dus kijk goed uit waar je loopt. Ik wil niet dat je je pijn doet. Geluksringetje van me. Zo mooi, zo glanzend. Mijn eigen geheime magische kracht. Mijn lievelingetje. Ah! Een magische knal van je kop kun je krijgen! Wonderbaarlijk! Gefeliciteerd met het oplossen van het eerste raadsel. Is dat de pizza die wij bij Antonio's hadden besteld? Nou ja, maar hij is hartstikke gevaarlijk. Kijk dan, hier. Kom op, pizza, zeg dan wat. Zo zet je me voor schut. Weer zo'n belachelijk excuus om al ons eten op te eten. Bedankt dat je het eten weer eens hebt verpest, Mikey. Dan geloven jullie me maar niet. Ik ga naar Antonio's toe en ik eis een nieuwe pizza. Nu geloven ze je helemaal nooit meer. Beslist. De moeite waard. Ik ga naar het einde van de tunnel. Dit is echt totaal gestoord. Wow, wel druk voor de maandagavond. Ik ga maar eens een kijkje nemen.
April, kun je van mij en de jongens alsjeblieft een paar pizza's halen? Moet naar Antonio's. Dat wil de meester. April? Het lijken wel een stelletje zombies. Zie je nou wel dat er iets raars aan de hand is? Moet je nou zien met de slechte foto's? Stomme kapotte T-mobiel. Wie is daar? Sluit je aan. Ga weg! Denk maar niet dat ik bang voor jullie ben. Oké, misschien een heel klein beetje dan. Kaaskorst. Ah! Tony! April is ook een zombie. We moeten haar redden. Anchovies. U toch niet ook, Meester Splinter? Dus de aardbevingen werden veroorzaakt door gigantische wormen die diep in het riool leefden? Dat klinkt nog erger dan reuzenkakkerlakken. Nou, ik ben super blij jullie weer te zien. Kom hier! Wij zijn ook heel erg blij om weer terug te zijn, geloof me. Het is hier gelukt, Sensei. Samen met mijn dappere zonen. Ja, we waren een goed team. Maar hoe zit het nou met Karai? Ik snap nog steeds niet dat het gemene kreng uw dochter is. Sorry dat ik zo eerlijk ben. Misschien komt er een dag dat ze de waarheid leert accepteren. Maar dat moet ze voor zichzelf beslissen. En nu vieren we de overwinning. Yeah, kom maar op met die pizza's! Zeg, waar zou die kraanworm eigenlijk gebleven zijn? Zagen jullie dat? Wow, gasten! Een reuze enge worm! Totaal super bizarro! Oh, niet te geloven dat die vlooienbak het zomaar van ons wint! Ik eis een herkansing! Rustig, Raf. Dat is nu echt niet belangrijk. We hebben die centrifuge nodig om Mikey te redden. Zijn puisten worden steeds onrustiger. Als er eentje openbarst, kan dat een kettingreactie veroorzaken. Zoals dit puistdiagram laat zien. Wat? Dus ik ontplof sowieso! We moeten gewoon zorgen dat je niks gebeurt. Het hol verlaten is nu echt te gevaarlijk. Maar ik ben nog nooit in een museum geweest. En ik heb geen Latijn geleerd. Of het graf van een mummy geopend. En dat de mummy tot leven kwam. En dat hij zo cool was dat er een hiphopcrew startte. En samen over de wereld toerde in een gouden UFO. Dat wilde ik nog. Juist. Luister, Mikey. We vinden die centrifuge wel. We doen ons stinkende best om je te redden. Wauw, Raf. Oké. Doc Pound en Botscar. Waar kunnen die zitten? De oude vuilnisstort? Nee. Daar staat nu een bejaardentehuis. De verlaten kerncentrale. Dat is nu een kindercrash. Oh, wat dachten jullie van Dexter's oude lab? Waarom zou Doc Pound Dexter ontvoeren en meenemen naar zijn eigen lab? Dat is toch onzin? Zie je wel? Jullie gasten nemen me echt nooit serieus. Misschien zijn ze naar Bradford's dojo. Nee. Dat zou best kunnen. Zou hij naar TCRI zijn teruggegaan? Nee, waarom zou hij dat doen? Dat slaat nergens op. Goed.
Als jullie niet eens naar me willen luisteren, ga ik niet zitten wachten tot ik ontplof. Nee! Nee! Laat mij maar even. Kom op! 30 seconden! We moeten gaan! Nu! Ga gauw door de poort heen. Ik hou ze wel bezig. Nee hoor, niks daarvan, maatje. Alles oké, hoor. Nou, dat was het dan, slimme jongen. Jij bent geniaal! Nu niet meer, hoor. Ik ben weer gewoon de oude Mikey die alles in de soep laat lopen. Echt niet? Hoe je die energiecel meepikte was briljant. En dat deed je vanaf hier. Ja, je hebt gelijk. Misschien ben ik helemaal niet zo'n grote sukkel als ik denk. Of toch wel? Wat ben je nou, man? Wat is er met je gebeurd? Raf! Tony is verdwenen. Hij stond vlak achter me toen... Hallo, stekelbaasje. Is dat de nieuwe turtle? Wacht, wacht. Nee, het is Spike. Ik bedoel, Slash, nu. Hij trapte in het mutagen. Gast, wat doe je mijn arme hoofd allemaal aan? Ik word... helemaal gek! Raphaël, zoals je net al zei, we hebben die clowns niet nodig. We moeten achter dat mutagen aan. Nu. En hoe moet het dan met Tony? We moeten hem zoeken. Sorry, Slash. Mijn familie komt eerst. Het zijn mijn broers. Zal ik de keuze iets makkelijker voor je maken? Mikey! Ik vecht niet tegen jou, Raphaël. Ga maar. Laat mij mijn werk maar doen. Je werk? Dat mutagen heeft je hersens aangetast, Spike. Dit ben jij niet. Wat zei ik nou? Ik heet Slash. Geen Stockman vliegt te bekennen. Die kan ook op het lijstje van loslopende gemuteerde engerts die de stad onveilig maken. Stockman vlieg is anders wel vliegmeisters ultieme superheldenschurk. Zoom, zoom. Dus waar die ook zit, zoom, zoom. Ik zal hem vinden! Zoom, zoom! Kap hem met dat gezoom! Zoom! Oké, hey. Nee. Nee. Zoom, zoom, ga!